Nou, ik zie alles weer, dat is ook top. Welkom bij het Oudersjournaal. We zijn natuurlijk weer in het stadion, hè? Jazeker. Aaron Meijers die komt net even aanlopen. Aaron, wat gaat er vandaag gebeuren? Groot event voor de, ja, wat we jaarlijks doen. Voor de jeugd? Voor de jeugd, ja. Ja, en... Met handicap. En, ja, en met hoeveel spelers? Want ik zie iedereen, volgens mij het hele elftal. Iedereen op enkele jongens, die hebben andere verplichtingen, andere kliniek. Ja. Voor de rest is het hele team er, dus... Is de ambassadeur er ook, Danny? Ja, Danny Bakker, die kijkt er heel goed. Ja, Danny, of je wil melden? Maat, kom even erbij. Overnemen. Sensationele beelden weer natuurlijk. Maat, ambassadeur. Dennis, het was nog even zweten, want je had twee dingen vandaag. Ja, klopt. Maar dat is gelukkig verzet en daarom ben ik hier. Ja, goed. En het hele team is erbij. Had je daarop gerekend, het hele team? Ja, uiteraard. De selectie wilde graag erbij zijn. En dat is gewoon gelukt. En ook met de staf. Dus alleen maar fijn dat de selectie compleet is. En we hebben er veel zin in. Ja, ja maat. Jullie hebben vandaag een training gehad. Ik moet zeggen, een lekkere training. Ja, wel behoorlijk pittig, maar dat hoort natuurlijk wel erbij. En vandaag was het VCT-training. En dat was wat pittig. Wat houdt dat in dan, maat? Voetbalconditietraining. Oké. Dus was pittig, maar zeker nodig. En vooral naar Zwolle natuurlijk wel, wat de trainer heeft gezegd, met trainen moet je je grens verleggen. En dat was vandaag zeker, ja, zeker de bedoeling. Ja, want er waren ook zeg maar vier partijen. Ja. Jullie speelden twee partijtjes. Zoals je bij de winnende? Ik zat bij de verliezers. Ah, want ik dat was heel eerlijk, hè? Ik moet eerlijk wel zeggen, maat, ik heb mensen doelpunten zien maken. Als ze die in de wedstrijden moeten, of als ze die maken in de wedstrijden, dan gaan ze over de hele wereld. Ja, dat hoorde ik ook van de trainer. Ik heb ze in ieder geval bij mijn partijen gezien. Aan die kant? Ik zat aan die kant. Oké, nou aan die kant gingen er een paar in. Dan dacht ik, Nou, maat, veel plezier ja, en ik hou je in de gaten. Dankjewel. Toppie, thanks, maat. Yes. Top. Dat is net Eredivisie. Net de Eredivisie. Maat. Zo, groot hoofd, iets naar achteren jij. Doen hè, Sjan, hè? Hey. Stokkie, maat, hoe is het? Alles goed? Hier is mijn hand, maat. Oh, ik zie het al, het is een andere Stokkie. Ik zie het al, dus. Oh nee, het is hem wel. Stokkie, luister, maat. Ik hoorde dat jij binnenkort ook weer bij Sinterklaas. Ja, hè? Dat is weer een groot feest, hè? Dat is over twee weken in het supportershome, Stokkie. Ja, heb jij nog wat gevraagd aan Sinterklaas? Nieuwe schoenen. Nieuwe schoenen, maat. Oké, dan gaan we heen. Sinterklaas, heb je het gehoord? Nieuwe schoenen wil hij, hè, Storkie? Hij heeft maat oversized, hebt hij. Nou, veel plezier vandaag, maat. Leuk dat je er weer bij bent. Storkie. Eredivisie live, hè? Kijk eens, maat. Willy! Ja. Maat? Willy. Ah, eigenlijk moet ik even spreken. De maatschappij en mensen in het absolute voetbalmekka van Den Haag en verder buiten. Bij de alweer vierde G-toernooi wat georganiseerd wordt door mensen. Fijn dat je allemaal bent. We gaan vandaag genieten. Genieten van het crème de la crème van voetballend Nederland. Wat we hier vandaag te zien krijgen, dat grenst echt aan het ongelofelijke. Dus de hoogste tijd om nader kennis te maken met onze gladiatoren waar wij vanmiddag alleen maar van gaan genieten. Zij komen straks door de spelers en worden uitbundig begroet door een erehaag van onze kanjers van Adel Den Haag. Sehar, Demi, Romy, Hetmar, Roma, Nix, Welles en Younes, die gaan het doen. En de gaat er ook weer zien. Ja, zie, hij maat! En met jou, alles goed maat? Ja man. Oké. De hoogte dit uit en nog steeds met dezelfde spelers. Hoek van Alphen aan de Rijn, RCL uit de Leiden. De Heine een jaar te kregen gestart en wat bijzonder is, het is vandaag hun eerste wedstrijd. Dus het is helemaal spannend voor de kids. En ze kregen één keer door en ze hebben onwijs veel plezier samen. En ze zijn er helemaal klaar voor om mee te doen aan deze vierde editie. Wat is het? Op deze 9-3-letter. Ja, mooi. Ik doe al een tijdje mee, jongens.
weet je wat zo bijzonder is? Met een hele bijzondere jou. Volgens mij gaan we je daar horen. Super. Ik ben nog niet heel erg blij. Maar nu gaan we naar de toetsnelschool over naar Den Haag. Technische staf, spelers, heet ik alle deelnemers van harte welkom. Het is weer voor de vierde keer dat Mensis dit toernooi organiseert. En het doet altijd heel veel met de kinderen. En onze spelers zijn daar vandaag voor hun. In ieder geval veel plezier vandaag in het Cars Jeans Stadium. Ja, blijf er even binnen. Ja. Mag ik een groot applaus voor Lex Schoenmaker? Oké, dan is het nu de hoogste tijd dat wij de pers gaan uitnodigen om de camera stand-by te houden. Want we gaan een groepsfoto maken. En dat doen we in het midden van het veld. We zijn je microfoon even vasthouden. Klein en groot en alles in de. Gaat hij gewoon schenken. Schenken. Gaat hij gewoon weggeven. Nog geen applaus gehoord. Mag nogmaals een tafelapplaus voor de maatschappelijk speler. Eredivisie Vriendenloterij 2017. Tommy Beugelsdijk. Die heb ik verslagen en ik heb die van verslagen. Ik ben er super blij mee natuurlijk. Ik zie nog dat je ervoor gevochten hebt. Ik zie het onder de littekens. Ja, dat moet wel, hè. Ik wil alle vier op te winnen. Dus, Nou is een standaardvraag en die zal ongetwijfeld 100 keer aan je gevraagd zijn. Maar ik wil het toch nog een keer van je horen. Als je dit nou hoort, maatschappelijk speler 2017. Wat gaat er dan door je heen? Ja, dat is een fantastisch compliment natuurlijk. Ook voor de club Den Haag. En, ja, ik heb het niet alleen gedaan, ook die gasten uit mijn team natuurlijk. Die hebben ook heel veel gedaan. En, nou ja, het is een hele heel mooi compliment. Ja, dat zeggen ze altijd bij de Oscar-uitreiking ook. Jij hebt hem gewoon zelf verdiend. Dag, je hebt hem gewoon hard. En daar doen we het voor. Hey, je hebt een aantal organisaties en stichtingen waarvoor jij voorkeur hebt. Daar heb jij je geld aan geschonken. Allereerst natuurlijk aan de maatschappij. Maar goed, dat is een ding wat zeker is. Dan heb ik hier nog staan het ADOG voetbalteam. Ja, ADOG gaat nu een G-voetbalteam opstarten. Dus alle jongens die hier nu zijn, die moeten goed hun best doen. Want er wordt ook gescout vandaag. Dus we gaan daarmee aan de slag en er komt een heel mooi voetbalteam. We hebben daar een vertegenwoordiger voor uitgenodigd. Dat is Michel Kouwer. Michel, je krijgt een stukje van de taart, volgens mij uitgereikt door Tommy. Ja, ik kan zeggen, ligt het voor de hand? Nee, het lag niet voor de hand. Nee, dat zeker niet verband. Dit is wel weer een heel mooi initiatief ook van Tom. Dat komt ook mee. Het is wel eens een keer leuker door jaren het voetbaltoernooi. Laten we nou eens kijken of we meer kinderen blij kunnen maken. Dat is ook voor alle wagenafgevallen. We waren gescout. En er wordt uit deze spelertjes hier vandaag wordt een G-voetbalteam samengesteld. Wordt ontzettend spannend. We krijgen volgende week een brief thuis, zoals dat ook gaat. Project De Held, dat is een initiatief van ADO. We gaan daar maandelijks gaan we langs scholen. Dat is een stichting tegen pest en geweld in deze wereld. En daar doen wij ons best voor. En we proberen de kinderen duidelijk te laten merken dat het gewoon niet thuis wordt. Ja, dan zijn we met z'n allen, kan er alleen maar beamen. Mooi project, De Held. En ook daarvoor hebben we vertegenwoordigers. Anton bijvoorbeeld, Anton Nijboer. Die gaat de check ontvangst nemen, want we willen het graag aan de kinderen geven, maar dan krijg je weer een natie mee te ondersteunen. Nou, Tommy, kom op, geef. Niet aan die kind, niet aan het kind. Nee, niet aan het kind geven, dan krijgen we moeilijkheden. We gaan snel verder met het derde project wat ondersteund wordt door de prijs die Tommy heeft gewonnen. Dat is Mima de Niet. Ja, dat is Mima de Niet. Dat is een onwijs groot tennistalent in Den Haag.
Die probeer ik zo te helpen. Die gaat dadelijk heel de wereld over. Daar heb ik het vertrouwen in. En dat is een heel groot talent. Dus dit is super voor haar. Ben je Mima? Oh jeetje, wat heb je nog een wijze kop het haar, Mima? Hoe ga je dat allemaal doen als je tennis? Hoe ga je dat wegwerken? Nou ja, ik doe het wel gewoon in de staart, dus het komt goed. Hey, je hebt gehoord van Tommy, je bent een onwijs tennistalent. Dan ga ik het maar gelijk vragen. Zien we jou over 5 jaar op Wimbledon bijvoorbeeld? Ja, dat is wel mijn droom en ik ben daar wel... Ja, ik werk daar nu wel hard voor, dus ik ga daar wel komen. Dus alles is meegenomen om je carrière te ondersteunen. Twijfelt met een glimlach van oor tot oor. Rob gaat check in ontvangst nemen. Ja. Nee, maar hij is van Mima. Ja, van beide. Mag, ja, doe maar. Ja, pak het samen uit. Ik kan mij het ook schelen. Wat is het bedrag? Kijk eens jongens, 10.000 euro! Jeetje, nou, daar kan je wel mee, hè, Mima? Alleen maar besteden aan trainingen en ja, misschien in Europa dat ik daar wil gaan spelen. Nou, ik zal het even vertalen, Mima. Zeg, ga eerst lekker naar de Chinees. En wat de rest, dat komt wel. Nee hoor. Dat is Gaby Swinkels met een Z. En zij is hier namens de Vriendenloterij. Gaby, laat het even zien dan. We staan heel ver in en er komen alleen maar mooiere projecten bij. En dat is dit een supermooi bedrag om dat te besteden. Voel je nou niet een beetje Sinterklaas ook een beetje zo? Klein beetje wel, ja. Ja, mooi. Hè? De laatste check wordt overhandigd aan Swinkels. Ook met een Z. Geen familie hoor. Mag die wel? Ja. Ja, dat is minderjarig eigenlijk ook. Heb je vader bij je? Robert krijgt een cheque van 25.000 euro! Nou, dit... Je had toen die prijs gewonnen en dan heb je de munten een beetje verdeeld. Allemaal blije gezichten. Ja, tuurlijk. Dit is het mooiste wat je kan doen natuurlijk. Ja. Dit zou je elke dag willen doen, een beetje checks uitdelen natuurlijk. Ja. Dus... Het leuke vind ik, het heeft niet alleen maar met voetbal te maken. Nee. Je hebt ook een tennismeisje Die op weg. Ja, die ken ik heel goed en dat is een heel groot talent in Den Haag. En in Nederland eigenlijk. En die gaat gewoon... In de tennis werkt heel anders dan de voetballerij. Ik heb gevraagd aan Ado of ik haar daarbij kon helpen. En Ado vond dat een goed doel. Ja. En die gaat dadelijk gewoon, wat ik hoop over een paar jaar, dan staat ze gewoon op een heel groot toernooi. Ja, want dat is het leuke. Maar want daarom zijn we ook vandaag hier. Ado is meer dan alleen maar een voetbalclub. Hè? Ja. Wij zijn eigenlijk tot een reclame voor de stad ook. Ja, tuurlijk. Eens. We zijn zeker een reclame voor de stad. En daarom is het mooi dat ik ook niet alleen Mima, maar ook het Kinder-Juliana Ziekenhuis, ja. De Held. We gaan een voetbalproject opstarten van het G-team. Nou ja. Dus daar kunnen we ook dadelijk seizoenskaarten verkopen. En dat is super gaaf natuurlijk. Ja, maar je hoort, want er wordt gejuicht. Ze hebben het onwijs naar de zin. Ik heb het wel eens met een van de ouders van de kinderen over gehad. En die zei tegen mij, ja, weet je wat het is, Alberto? Ze zijn nog zo puur. Ja, dat is zo, hè? Ja, dat is heerlijk. Maar dat zie je ook. Je ziet dat elke jongen uit ons team de plezier in heeft om met die gasten te werken. Iedereen. Je hebt wel eens, als je ergens moet komen, dat je, ja, dan denk je, ja, dan hoor je iemand zuchten. Maar dat heb je hier nooit. En dat is het mooie. Dat zegt genoeg. Oké, maar ga je vandaag nog wat doen? Ga je nog wel een beetje ballen? Ja, ik ga als het goed is, ga ik nog met mijn team, ik weet niet bij welk team ik ingedeeld ben, maar ik ga nog wel meedoen, zeker weten. Bedankt en je hebt het goed gedaan, Goos. Dankjewel. Top. Top. Goed, dames en heren, voordat wij officieel van start gaan met de eerste speelronde, kan ik u vertellen dat de wedstrijd... Yo, ik sta dan bij vier kanjas natuurlijk. Ze zijn helemaal in het wit. Originele ADO Den Haag. Het is jammer dat er allemaal krassen op die shirts zitten. Ze zitten allemaal met een veelstift hebben ze allemaal krassen erop gemaakt. Dat is wel jammer, hè? Ja. Dat zijn een beetje krassen erop. Nee, het is een handtekening. Oh, het zijn handtekeningen. Ja. Oh, nummer 20 zie ik hier staan. Nummer 18. Nummer 2. Luister, wie gaat jullie helpen bij dit toernooi? Welke spelers? Weten jullie dat al? Wie hebben jullie zijn toch enveloppen uit het net gaan halen? Nee. Nee? Nee. Luister nou even, dat gaat nu al in het begin van de competitie, gaat het al fout. Oh, heus even dat.
luister, de held. Maar de held die krijgt toch ook een speler toegewezen? Ja, nee. Toch? Niet? Nee, oh, jullie helpen. Jullie helpen alleen. Ja. Gaan jullie niet voetballen? Nee. Oh, wacht even, dan begin ik opnieuw, hè. Yo, dan sta ik hier met 4 vrijwilligers van de held. Hè, dat klinkt beter. 4 vrijwilligers van de held. Wat gaan jullie doen vandaag? Moesten we een shack openmaken van... Hoezo? Jullie mogen toch niet roken? Nee. Nee, jullie zijn... Ja, ik wel. Je kan beter niet roken, je gaat toch geen shack openmaken? Nee, Oh, geld. Ja. Oh, een shack. Oh. Alberto, denk nou eens na, joh. Hè? Ja. Ja. Hey, dus jullie hebben een check opengemaakt. Ja. Die was ook voor de held. Ja. Weet je hoeveel geld het was? 25.000 euro. Nee, even serieus, jongens. Hoeveel was het nou? 2.500. 2.500. Ja. Er gaan weken voorbij dat ik dat niet in mijn zak heb. Jullie, heb jij zoveel in je spaarpot? Nee. Hey, hebben een van jullie zoveel in je spaarpot? Ja. Jij wel? Ja. Waar woon je, maat? Want dan ga ik daar even langs. Nee hoor. Hey, nou, ik hoop dat jullie veel plezier hebben. Gaan we lukken, denk ik. Maar wat heb je daar? Mijn telefoon. Luister dan even. Dit is de oorzaak ervan dat er weinig gespeeld wordt, hè, maat? Waarvoor heb je hem bij je dan? Kan je elk moment gebeld worden? Nee, om selfies te maken. Oh, sorry. Alberto, weer op dat hoofd slaan. Selfies, dat moet je toch kunnen maken? Ja, ja. Selfies, ja. Ga jij nog een selfie met ons maken? Ja, goed. Ja. Okay. Nou, maak een selfie. Ik ga erachter slaan. Allemaal selfie maken. Kikken, zeg hij. Hey, staat je telefoon hard? Oh, daar zie ik hem al. Ja, die is mooi. En die? Oh, die is ook geweldig. Hey, hey, jullie moeten ook lachen. Jullie lachen niet eens, of wel? Oh, was dat lachen? Oh. Maat, is die mooi? Goed zo, jongens. Thanks. Nou, kijk. Ik zet hem uit. Kijk. Ongelooflijk, hè? Oh, hij wil niet meer uit. Ik loop eventjes, ik breek even in bij Fred. Fred, maat, hij neemt net even een bakkie. Ja, even een bakkie. Maat, altijd als je ADO je nodig hebt, of als een stadje Den Haag je nodig hebt voor iets, dan ben je daar. Ben ik daar. Ja, hè, maat. Ja, en hier speciaal. Ja, want dit is leuk, hè, dit is want dat doe je al een aantal jaar. Dit is zo onwijs gaaf, hier word je alleen maar vrolijk van. Ja, hè. Echt waar. Wat is nou het leukste, maat? Vorig jaar wat kwam er naar me toe, die had gescoord. Ja. En die was zo blij, die sprong op mijn nek. En die vroeg helemaal verder te spelen. Ja. Ik zeg, ga dat veld naar, joh. Ja. Je moet er verder. Ja, maar, dat... nee, maar dit is zo warm, joh. Dit... Ik zeg tegen Tommy, ik zeg, ze zijn nog zo puur. Ach. Ze zijn nog niet zo slecht als wij. Dat bedoel ik, ze zijn niet verrot. Nee. Nee. En want alles wat ze zeggen is recht voor ze raap. Ja. Ze menen het, als ze van je haven doen ze het. Ze zoenen je, ze knuffelen je. Nou, wat vind je dan nog? Nee, nergens meer, maat. Ja, maar vanuit dan maar. Oké. We standing, we doen het in Engels, hè? In Engels, hè? Speaks English. He speaks English. Ja, maat, hoe is het? Good, I like it very much. Dennis speak more English than you. Yes, my English is not good, you want to say? But Dennis is better. Dennis is better? Yes. Okay, and like a player, is he a good player? Yes, he's a good player. Yes? But, one thing. Remember, what will we talk about? Traditional Dutch food. What I must eat? Boerenkool. Boerenkool met worst. Boerenkool. Met worst. He's telling you know I have to try. Sausages. 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 Worst. Hey, boerenkool met worst. Ja. Heb je het naar je zin, maat? Ja, hartstikke leuk. Hoe vind je dat je naast onze spit staat? Very nice. Very nice, hè? Yeah. Oké, nou veel plezier, maat. Come on, we're gonna win a game. Oké, okay, bye. Jawel. Eén keer in de week. Tom, hou je de tijd in de gaten. Losing too many games, hè? Je hebt net gespeeld. Ja. Hoeveel is het geworden? Ik denk 0-0. Je denkt 0-0? Ja. Maar het was een goede partij, hè? Ja. En jullie spelen met toppers, met Robert Swinkels erin ook.
Ja. Eentje van de ADO-vrouwen heb ik gezien. Ja. Geweldig. Nou, je moet alweer mee, geloof ik. Ja. Ik zie je later. Veel plezier, hè? Ja. Oké. Okay. Is dat achter me? Yo, nou dan sta ik nou met het team. Ja, welkom bij de ADO. Yo, dit is het ADO-journaal. Wil je dat een keer zeggen? Zeg even. Ja. Zeg even. Welkom bij het ADO-journaal. Goed zo, maat. Luister, jullie hebben net gespeeld. Ja. Nou heb ik eventjes naar hem zitten kijken. Ja. Maar die blijft gaan, hè? Ja. Zonder bal, met bal. Dan ben je weer spits, dan ben je weer verdediger. Hè? Ja. Je loopt aan te vallen, te verdedigen. Ik ben ook zelf scheidsrechter. Dus je bepaalt zelf of het een doelpunt is of niet. Ja, natuurlijk. Dit komt allemaal op het journaal, man. Ja, leuk hoor. Ja, hè? Ja, ja. Hoe vind je het te spelen met Bas? Nou, geweldig. Ja? Ja. Ja? Ken die het een beetje? Ja. Is die beter dan jullie? Ja. Toch wel een beetje? Ja, toch wel. Nou, als ik Robert zie, dan... Ja, dan, Robert, zo. Ja, ik ben ook heel goed. Ja, ik ben zelf ook keeper bij hockey. Dus je bent scheidsrechterkeeper en je bent ook nog een waanzinnige speler die alleen maar 70 cc op zijn nek en gaan. Ja, zeker. Ja, maat, ik vind het onwijs leuk. Ik vind dat jullie het heel goed doen. En kampioenschap, zit dat erin? Net 0-0. Nee. 0-0. Ja. Oh, voor hetzelfde geld is het andersom. He? Voor hetzelfde geld is het andersom. En je weet het nooit, ja, hè? Je weet hoe het moet lopen. Maar we moeten weer. Ja? Okay. Yo, dan sla ik eventjes met Mies, maat. Ja, dat is heel georganiseerd natuurlijk, maar ik zie ook dat je loopt te lachen. Ja, maar dit is de mooiste dag van het jaar, ja, vind ik zelf. Ja, dat kunnen we wel blijven roepen allemaal, dat het allemaal zo geweldig is. Maar dat is het. Ja, dat is het. Dat maakt zo, ja, wat ik al zeg, al die kinderen zijn zo blij. Ja. Spelers van het eerste zijn blij. Ja. Ja, ja. Ja, dan ben je klaar. Ik dacht dat er misschien 1, 2, 3, 4 spelers zouden komen. Hele elftal. Ja. Trainingsstaf, alles is erbij. Alles is erbij. Heel de club is erbij betrokken, ja, eigenlijk. En dat wil je eigenlijk met al je projecten. Dat is het mooiste wat er is. Ja, want die projecten, dat wordt allemaal georganiseerd door ADO in de maatschappij. Ja. Maar deze, die heeft een andere naam. Want die heet Menses ADO Den Haag G-toernooi. Ja, klopt. Menses, dat is een ziektekostenverzekering. Is een ziektekostenverzekeraar. Ja. En die zijn sponsor van ADO Den Haag in de maatschappij. Ja. Dat is een van onze belangrijkste partners, laat ik het zo noemen. Is dat een Haagse maatschappij? Dat is het moederbedrijf van vroeger, ASIVO. ASIVO is een Haagse maatschappij en dat heet nu Menses. Ja. En Menses is al sinds de oprichting van ADO Den Haag maatschappij partner. Ja. Dus nou ja, die helpen ons. Hey, leuk. Verder, wat is het plan verder? Nou, verder, we zijn nu verder aan het kijken. We zijn een beetje aan het scouten. Ja. Voor een aantal spelers te selecteren voor het ADO Den Haag Storks, gaan ze eten. Ja. Het G-voetbalteam van ADO Den Haag. Ja, ADO Den Haag en dan die G is groot. En dan Storks. Storks. En dan die gaan wedstrijdjes spelen tegen, nou, de eerste wedstrijd is hier in het stadion op 2 december van 3 tot 4. Voor de wedstrijd van het eerste elftal tegen FC Groningen. En dan spelen we tegen het G-voetbalteam van FC Groningen, Kids United. Leuk. Maat, heb je nou al, want jullie zijn ook druk, je hebt een paar scouts hier langs de lijn lopen ook. Ja. Die letten gewoon op. Wat voor type spelers zoeken jullie? Ja, vooral jongens die... mentaliteit. ADO, hè? Het is ADO Den Haag. Wij willen graag jongens die niet verzaken. Ja. Die er hard voor werken. Weet je, niet een mannetje laten lopen. Er vol gas voor gaan. Ja. Ja, daar houden wij van. En daar kijken we ook naar. Ja, maat. Ja, we hebben het over jongens. Nou zie ik een heleboel meisjes. Ja, mogen ook meedoen. En er lopen er een paar bij. Die kennen, want ik heb er al daar in die grijze. Ja. Maar het geloof me nou, dus er loopt er een bij die kan ballen, die haalt omhalen, noem maar op. Nou, dan moet ik dadelijk even naar gaan kijken, want ik denk dat dat een speelster voor ons wordt. Want mag je in G-voetbal gemixt spelen? Ja, dat mag. Geen enkel probleem. Dus gaan we zeker doen. Die gaan we daar zeker bij nemen. Als jij dat zegt. Nee. Ik neem elke tip serieus, weet je. Nou, zeker jou. Ik zie wel, als voetballer. Er is ook een jongen, die heb ik net gesproken. Die loopt van voor naar achteren te rennen. Ja.
En dan is hij weer verdediger en aanvaller. Er zit weinig structuur in natuurlijk. Maar dat is, kijk, want dan gaat hij weer. Ja, je kan het niet zien op de camera natuurlijk. Maar wij zien het allemaal gebeuren om ons heen. Maar voordat het een hele avondvullend programma wordt met ons. Want jij houdt er ook niet van. Nee. Goeie zaak, ik ben daar heel blij mee. Hartstikke mooi. En ga door. En Tommy's Centjes, dat helpt ook een beetje. Nou, dat helpt zeker. Dat helpt zeker. Daardoor kunnen we allerlei leuke dingen doen voor mensen in de samenleving die het allemaal nodig hebben. Ja. En wat ik al zeg, dit geld gaat heel goed besteed worden. Luister maat, als ze tegen mij zeggen, ziektekostenverzekering gaat omhoog volgend jaar. Ja. En ze besteden het aan dit. Ja. Betaal ik gewoon. Ja. Ik ben zo makkelijk, dan betaal ik gewoon die ziektekostenverzekering omhoog. Als je zulke dingen organiseert, hè. Want dat zijn wij! Dit zijn wij! Top maat. Esto op het goede veld Delft tegen RCL. Maar dat is de vierde speelronde die hierna plaatsvindt. Want we zijn bijna aan het einde van deze bijzondere derde speelronde. Op de vierde editie van het Nederlandse Schuimtoernooi. Vorige wordt op hetgeen op het parkveld moet zeggen dat gescoord. Ja, ik wil even wat zeggen. Ja. Yo! Niet alleen de mannen zijn natuurlijk aanwezig, ook de vrouwen zijn aanwezig. Hoe is het? Ja, goed. Hartstikke leuk toch? Iedereen heeft naar zin. Dus, ja. Hoe is het met jou? Ja, gaat goed. Gaat goed? Ja, zeker. Oh, Aron Meijers, die zit er al. Jij kan niks zien, maar wil je het zien, Aron? Ja, ik wil het doen. Oké. Aron Meijers is de cameraman, dus dat gaat helemaal niet fout. Wat een. Ik ben benieuwd wat daar van komt dan. Ja. Maar... Hij heeft het wel koud, hè, zondag. Ja, het was wel een beetje precies, maar... Maar, koppositie? Precies, daar gaat het om. Echt? Ja. Hoe gaat het met de vrouwen? Gaat het beter? Ja, nou, we doen het goed, toch? Ja, en tweede team? Gedeelde eerste plek en tweede team gaat goed. Ja. We hebben onze eerste 3 punten gehaald voor Jonga, dus dat is hartstikke mooi. Ja, en hoe vind je dit? Ja, hartstikke leuk. Iedereen geniet en al die vrolijke gezichten. Het is mooi weer en alles past. Is dat je werk of zo dat je met kinderen omgaat of niet? Mijn werk, ja. Nou, ik heb sociaal pedagogische hulpverlening gestudeerd. Maar dit doe ik gewoon omdat ik het hartstikke leuk vind en gewoon lekker met elkaar. Mijn ervaring is altijd, als je terugkomt bij vanavond of vanmiddag thuiskomt, ben je moe, maar wel met een glimlach. Ja, daarom met voldaan gevoel ga je weer van het veld af. Oké, veel plezier. Ja, dankjewel. We gaan weer even aan de slag. Ja, top. Ja, top. Deze laatste speelronde. Het wordt onwijs spannend. Want
Want er zijn inderdaad een aantal teams die nog kans maken. Nou, dat was het avondjournaal. Het was waanzinnig natuurlijk. Leuke dag gehad, leuke middag. Ik zeg, dit was het avondjournaal. Laters!